Hallo iedereen, ik ben Mathilde Klerk en welkom op mijn nieuwe vlog. Mijn laatste wedstrijd in België was 3 weken geleden. Ik keek er enorm naar uit om deze zaterdag terug in competitie te treden in Afrikaan, maar toen gebeurde dit. De wedstrijd nu zaterdag in Afrikaan werd afgelast. Oh nee, afgelast. Nee, nee, dat meen je niet. My god. Ik ging dadelijk op zoek naar alternatieven, maar ook bij andere wielerbonden was het net hetzelfde. Alle wedstrijden waren afgelast. Was er dan echt geen enkele andere wedstrijd in België? Ik zag mijn seizoen al beëindigd. Ik had al een hele tijd niet kunnen rijden doordat ik corona had gehad en mijn conditie echt slecht was erna en nu werd alles nog eens afgelast. Ik woon niet echt ver van de grens met Frankrijk en daar gaan veel wedstrijden wel door. Dus haalde ik mijn beste Frans boven en ging op zoek. Ik vond heel wat wedstrijden, maar ze hadden allemaal hetzelfde probleem. Te ver rijden. Tot ik deze vond, in Lac de Biron. 265 kilometer en 3 uur rijden was nog net te doen. Ik schreef een mail naar de organisator en vroeg de toestemming aan Belgian Cycling om in het buitenland te koersen. Nu ik alle toestemmingen had, moest ik mijn training aanpassen. Normaal deed ik mijn intervaltraining op woensdag, omdat de wedstrijd in Afrikaan op zaterdag was. Nu was de wedstrijd op zondag, dus moest ik mijn training aanpassen. Ik deed op donderdag na school mijn intervaltraining op de rollen. Zaterdag maakte ik alles klaar. Ik maak altijd zelf mijn valies, maar ditmaal checkte ik alles dubbel, zodat ik zeker niets was vergeten. Eenmaal daar was terugkeren geen optie. Ik laadde al de spullen in die ik nodig had voor de wedstrijd in de auto. Ik ging extra vroeg naar bed, want ik moest om 5:30 opstaan. Goedemorgen iedereen, het is nu 5:45 en we gaan nu vertrekken naar Frankrijk. Het is super koud, ik hoop dat daar een beetje warmer is. A bientôt, tot in Frankrijk! Zo, ondertussen zijn we aangekomen in Frankrijk. Het is zeker niet warmer dan in België, integendeel, het vriest hier. Nu ga ik mijn opwarming doen. Het parcours loopt langs een meer, het Lac de Biron. Er is ook veel zand, maar het is goed te bereiden. Eenmaal de zandpassage gedaan is, duiken we het veld in. Er zijn ook enkele brede stukken op een slecht bollende weide. Het lijkt me er wel makkelijk om er voorbij te kunnen steken. Daarna volgt er een technischer stuk dat toch wel wat glibberig ligt. De stukjes bergop zijn goed te nemen, maar ik slip toch wel wat door. Het is een leuk parcours, maar ik denk wel dat het voor de grote motoren is. Het ligt toch nog een beetje gladder, dus ik ben toch nog aan het twijfelen tussen een Griffel of Babylinus. Hier zie je mij aan de start staan, waar ik uiteindelijk toch voor het Griffel-profiel koos. We partez voor 20 minuten. 20 minuten. Willen jullie zien hoe de wedstrijd verder verloopt? Kijk dan zeker naar mijn volgende YouTube-video.